De Risha Savage 2 is een nieuwe sportieve handschoen van Risha voor de echte circuitrijders of de sportieve rijders onder ons. Ik ben Justin van Motor Kleding Center en in deze video vertel ik jullie meer over de Risha Savage 2 beschikbaar op motorkledingcenter.nl. De Risha Savage 2 is een handschoen die dus echt veel door de sportieve rijders gedragen zal worden. Het is een handschoen waar je heel erg veel protectie mee hebt, maar hij is toch heel erg flexibel door de verschillende materialen die ervoor zijn gebruikt. Nou, het is een handschoen die voornamelijk geschikt is voor in de zomer, maar rij je nou ook nog in het voor- en naseizoen, dan is er eventueel ook nog een waterdichte variant van te krijgen. Deze handschoen is gemaakt voor in de zomer en dat is voornamelijk omdat hij van leer is en op heel veel delen geperforeerd. Dat wil zeggen dat wind er heel makkelijk doorheen kan komen. Nou, buiten dat hij dus heel erg goed doorwaaiend is, is hij daarnaast ook heel erg veilig. Zo zien we heel veel protectoren boven op de vingers en boven op de knokkels zien we hardkunststof protectoren die je optimaal moeten kunnen beschermen en waarmee je ook makkelijker over het asfalt heen glijdt. Nou, daarnaast zien we ook nog zachte foam protectoren voor op de vingers en zien we ook nog een vingerbrug tussen de pink en de ringvinger, waardoor je minder snel kans hebt die pink te kunnen breken. Nou, aan de zijkant zien we ook nog een extra stuk dikke leer zitten, dus voor extra slijtvastheid van de handschoen mocht je hiermee over het asfalt heen glijden. Nou, ook op de pols zien we dan nog een harde carbon protector. Nou, die kan je dus ook optimaal beschermen. En zulke soort protectoren zien we ook nog terug aan de binnenkant van de handschoen, omdat dat toch vaak het punt is waar je als eerste weer opvangt. Nou, verder zien we aan de binnenkant zien we nog een extra gripstuk. Dit is zodat je meer gevoel hebt in de motor en dat de handschoen wat langer meegaat en duurzamer is van het glijden over die motor heen. Daarnaast op de vingers zien we ook nog kleine stukjes zitten. Dat is gemaakt van anti-slip materiaal en dat zorgt ervoor dat je niet zo makkelijk van je hendels af kan schieten. En voor de sluiting hebben ze eigenlijk een dubbele sluiting gebruikt. Dus hier zien we een klein polsbandje en een grote die je over je pak heen aan kan trekken. En dan kun je hem makkelijk en strak over je pak heen aan laten sluiten. En aan de binnenkant hebben we ook nog een elastisch bandje zitten. Waarmee die dus gewoon comfortabel en strak om je pols heen aansluit. Nou, de handschoen is ook meermaals gestikt en dat is natuurlijk dat de handschoen niet zomaar open kan scheuren wanneer je ermee valt. Nou, wel zien we dat hij aan de buitenkant is weggestikt. Nou, dat is op zich niet per definitie veiliger, maar het zorgt er wel voor dat je meer comfort hebt van de handschoen omdat je de stiknaden aan de binnenkant dan niet gaat voelen. Nou, als we even verder ingaan op het comfort, dan zien we dus ook als je goed kijkt al de gaatjes erin zitten die zorgen voor meer verkoeling, zeker tijdens de warmere dagen. Dan hebben we veel stretchstukjes, zowel op de vingers als op de duim, als aan de achterkant, wat dus zorgt voor heel veel bewegingsvrijheid. Nou, ook de knokkelprotector kan nog wat open gaan staan. Nou, dat is eigenlijk speciaal voor zodat je meer doorwaai hebt door de handschoen heen en dus echt optimaal kan verkoelen. Nou, zou je deze handschoen nou een keer in het echt willen komen bekijken, passen of bestellen, dan kan dat natuurlijk in een van onze winkels of simpelweg via onze webshop. Wil jij verder op de hoogte blijven van alles wat wij bij Motor Kleding Center doen, volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vond jij deze video nuttig, klik dan op het duimpje omhoog en wil je weten wat voor jou het ideale maat motorhandschoen is, blijf dan even hangen. Ik ben Justin van Motor Kleding Center, bedankt voor het kijken.